Beste kijkers, goedendag. Ja, ondanks het grijze weerbeeld was het vandaag toch een hele bijzondere weerdag. Omdat de temperatuur namelijk in de loop van deze dag daalde tot onder het vriespunt in de hele regio. Dus ja, toch een beetje een kouinval zeg maar. Nou, voor de rest bleef het wel grijs en somber. Ja, en voor de zon moest je het hoger opzoeken. Zoals bijvoorbeeld vanuit een vliegtuig. Deze foto kreeg ik van Maarten van Kruik uit Rokanje, die vloog. Van Parijs naar Amsterdam. En deze foto is in de buurt genomen van west -Voornen. Ja En je ziet het: je kijkt dan tegen een gesloten wolkendek aan. Maar daarboven, ja, daarboven schijnt dan wel de zon. Als we kijken naar de komende avond en nacht, is het bewolkt en koud in de regio. Lichte vorst. In het hele Rijnmondgebied temperaturen min 1, min 2 graden. En dat bij een matige wind. En die komt dan uit het oosten tot noordoosten. Ja, en dan morgen overdag, de donderdag, is het er ook koud. In de ochtend eerst nog lichte vorst. Smiddags temperaturen tussen het vriespunt en plus 1 graad. Het is bewolkt, beste kijkers. Maar niet gek opkijken als er in de middag toch ergens sporadisch een opklaring voorkomt en dat bij een matige wind uit het oosten, maar net wat minder wind dan vandaag. Dat betekent dat het voor het gevoel ook allemaal wat minder koud zal aanvoelen. Nou, de vrijdag die verloopt ook ja, toch wel met veel bewolking. In de avond gaat het van het westen uit ook af en toe regenen. De temperatuur komt hoger uit na een nacht met een graadje vorst. Smiddags een graad of 5. Ja, en dan zaterdag overdag profiteren we van een rug van hoge druk. Dat betekent best wel aardig. Weer geregeld de zon erbij, een graad of 9. Ja, en dan zondag, beste kijkers, de dag van de bruggenloop in Rotterdam ziet er niet best uit. Vanuit het westen zondag krijgen we te maken met regen of buien. Temperaturen in de middag zo'n graad of 6 7 en dat bij een stevige zuidwestenwind. Die later zal gaan draaien naar het westen. Ja, en maandag overdag een enkele bui, af en toe zon en gratis 7. En de hele volgende week zal het wisselvallig zijn. Elke dag wel regenkansen en temperaturen rond maal. Later in de week mogelijk ook veel wind. Nou, tenslotte nog deze leuke weerfoto. Die is genomen door Corrie Holla uit Albenbroek. Ja, leuk plantje. Staat nog steeds op haar balkon. Dus, ondanks het koude weer. Nou, ze heeft een speciaal ingestuurd om het weerbericht toch nog een beetje vrolijk te maken in deze sombere, grijze tijd. Ik wens je nog een prettige dag toe en heel graag tot morgen.